Vandaag sloot het speelhuis haar activiteiten van de zomervakantie af. Het speelhuis is een initiatief van Campus O3 op de Jaarbeurslaan tegenover de Limburghal. Campus O3 heeft als ondertitel een plek voor alle gezinnen. We willen inderdaad voor alle gezinnen in Genk een betekenis gegeven en een rol kunnen spelen. Dat betekent dat ouders hier terecht kunnen van 0 jaar tot in principe zolang de kinderen thuis wonen en met allerlei vragen rond opvoeding hier ook terecht kunnen. We zitten hier met verschillende organisaties, kinderpreventie, kindergezin, kind en taal en de opvoedingswinkel, VZW PAS, pedagogisch advies en stimulering. En juist door die krachten wat te kunnen bundelen, denken wij dat wij een goed aanbod kunnen creëren, maar ook een stukje op zoek kunnen gaan naar wat is de vraag van de ouders, wat leeft bij hun, wat kunnen wij nog meer aanbieden en betekenen voor hun. Ik wil ook echt wel onderstrepen dat het speelhuis in de vakantie dat een intensieve samenwerking is tussen kind en taal en de opvoedingswinkel. En het maakt juist daardoor denk ik dat dit een succes heeft en hier heel wat ouders in de vakantie terecht zijn geweest. Lisbeth, de vrijwilligster die een aanbod creëert naar de kinderen toe, heeft daar straks verteld dat ze 66 verschillende kindernamen heeft genoteerd. En ik denk dat dat een mooi bereik is. Wij gaan dit initiatief zeker verder zetten in de reguliere werking gedurende het schooljaar. En dan is dat op woensdag namiddag hier in Genk Centrum te doen. En verder is er in elke wijk op eender welk moment ook wel een speelwijmoment. Dat wordt iets anders georganiseerd, dat is in de wijk zelf. Mensen kunnen kiezen, als ze het vervoer kunnen organiseren naar Genk Centrum zijn ze uiteraard hier welkom, maar ze kunnen ook makkelijk terecht in hun eigen wijk en daar wijkgebonden een stukje andere mensen leren kennen en op die manier een soort netwerk uitbouwen en elkaar leren ontmoeten. Ontmoeten is iets wat hier heel centraal staat. Het moet niet, maar je kan elkaar hier ontmoeten, elkaar leren kennen, weten van wie waar komt. Heel vaak zijn dat ouders waar kinderen ook nog niet naar school gaan. En er is heel weinig ontmoetingsplek vanaf het moment dat kinderen naar school gaan, ontmoet je elkaar aan de schoolpoort. En hier kan dat, hier met een tas koffie, met een tas soep 's middags en fruit. We proberen het wat binnen het gezonde kader te houden, we vinden dat ook wel belangrijk, maar we zijn daar niet zeer rigid in. Ik heb het leren kennen via het wijkrandje op termijn. En het leek me wel interessant om dat te komen doen. Ik ben gekomen samen met mijn mama en mijn zoontje en het neefje ervan. En ze vonden dat zo geweldig dat ik eigenlijk nu toch elke week probeer te komen. Het is interessant door het sociaal contact wat de kindjes onderling kunnen opdoen. Door de sociale vaardigheden wat ze kunnen opdoen. Door te leren van de andere kindjes en wat zij ook aan de andere kindjes kunnen bijleren. Door het eetpatroon ook proberen voor te zetten, zowel hier als thuis. Buiten de schoolvakantieperiode gaat er in een zestal plaatsen de speelwei door. Ook hier kunnen ouders of grootouders met hun kindjes van 0 tot 3 jaar een voormiddag per week terecht.